Yo, op kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Den, oftewel de Rotjogger. Welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag is het een hele belangrijke video. Dus blijf hem zeker even uitkijken als je een beetje van mijn kanaal houdt en mijn kanaal leuk vindt. Want ik ga vandaag jullie mijn schema laten zien. En dat is erg belangrijk, want ik ga dit schema sowieso vasthouden tot einde van januari. En daarna ga ik jullie als kijker mij weer laten meehelpen met mijn schema. Zonder veel bullshit, laten we lekker het schema erbij pakken. Hier is hij dan. Dit is het schema. Alright, hier is hij dan, het schema. Zoals je kunt zien, hier staat ze dan naast me. Volgens mij, als ik zo wijs, of het wordt omgedraaid. Dus of die kant. Nou, je zit in ieder geval naast me mijn schema. Zoals je kunt zien, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag staan. Dat zijn natuurlijk de dagen van de week. Ik ga elke dag 2 video's uploaden, zoals je kan zien. Maar deze heb ik niet ingevuld. Waarom niet? Omdat dit vorig jaar was. De maand is 1 januari, of eigenlijk 2 januari, begint op dit is 2 januari, sorry. Dus 2 januari is vandaag, zaterdag, op het moment dat ik het dus nu upload, is deze dag. En deze waren natuurlijk al van toepassing al geweest, dus dan ga ik het ook natuurlijk niet in mijn schema zetten voor jullie. Maar, zoals jullie zien, heb ik elke dag een video voor jullie. 2 video's. Eentje om 4:30, een andere video. En om 19:30 of wel 7:30 komt er een PvP video. De eerste 2 dagen nog een beetje vaag, omdat het gewoon invullen is, omdat nieuwjaar geweest en het schema moest beginnen. Maar vanaf maandag begint mijn echte schema. En dat gaat dus als volgt. Elke maandag heb ik eerst Ark Survival, daarna een random video. Dat kan van alles zijn. Dat kan Aguar zijn, of het is een... een van de raar spel wat ik net gedownload heb. Dat kan van alles zijn. Een extra video van Ark. Een extra video van Mindtopia. Pokémon, Harry Potter. Noem maar op. Daarvoor heb ik jullie hulp nodig. Dus inderdaad, wil jij een leuke video zien? Van, hey, deel speel Agar.io weer of zo. Met superveel mods. Of speel GTA. Zeg het maar eventjes, jongens. Dat kan natuurlijk op de dinsdag komen. Op de random video. Want het kan letterlijk alles zijn. Nou, goed. Dus zien is inderdaad, maandag is dat mijn allereerste serie die nieuw is op mijn kanaal. Dat wordt Ark Survival. Ik heb eindelijk een nieuwe computer gekregen. Te leen. En die is hartstikke goed, hartstikke tof. Vet goede graphics. Dus ik ga voor jullie Ark Survival opnemen op mijn kanaal. Laat me even weten wat jullie ervan vinden. Ik ga het zelfs 2 keer in de week doen. Want woensdag komt weer in Mindtopia. Donderdag komt er dus weer natuurlijk een Ark Survival. 2e van de week. Daarna vrijdag weer in Mindtopia. Zaterdag heb ik Murder voor jullie. Zondag heb ik de map van een kijker. En op Maker's Murder is iets extra's natuurlijk. Want elke dag, elke zaterdag, als ik dus 1 keer Murder upload hier op YouTube, doe ik extra Murder ook natuurlijk op Maker's Channel. Dus krijg je 2 video's van Murder op zaterdag. Dus dat is hartstikke chill. Vooral blijven kijken. Nou, dus zo gaat het gewoon door de hele week lang. Dus Ark Survival, Random, Mindtopia, Ark Survival, Mindtopia, Murder en de map van een kijker. Voor de map van een kijker heb ik vorige keer een video gemaakt. Kan je sturen naar rotjochmap@hotmail.com. Kijk die video even terug. Weet je wat? Ik zal hem even beneden in de beschrijving. Weet je wat? Ik maak hem wel klikbaar, ja? Hoe ik hem opsturen. Rotjochmap@hotmail.com. Maak dan een extra video voor jullie vandaag. Dus doe dat even. Stuur lekker een map van de kijker op. Ik ga lekker spelen op zondag. En kan lekker genieten van de map van de kijker. Elke dag ga ik er 2 of 3 doen. Ongeveer een kwartiertje, 20 minuten ga ik video's voor jullie doen. Dus dat is hartstikke leuk. Dat is mijn schema die ik ga aanhouden tot en met januari. Dus, vanaf januari kan zomaar het schema in 1 keer veranderen. En dat doe ik niet zelf. Nee, dat doen jullie voor mij. Want als jullie graag een game willen zien. Van hey, als ik nou echt 80.000 keer een bericht krijg. Van nee, we willen GTA zien. GTA races. Ga ik GTA races voor jullie opnemen. Deel, we willen Harry Potter the game zien. Harry Potter the game. Deel, we willen niet dat je elke dag en Hunger Games en Skywars. Hunger Games Skywars doet. Maar bijvoorbeeld in plaats van die Skywars. Dat je inderdaad een PvP video doet om 7:30. En daarna GTA. PvP video GTA. Of in plaats van Skywars en Hunger Games. Dat je dan Eggwars doet in plaats van Skywars. En dat soort dingen. Dat kun je me allemaal melden. Dat neem ik allemaal mee. Ik lees heel veel comments. Ik reageer op best wel veel leuke comments. Ook op nare comments reageer ik wel eens. En dan ga ik op reageren. En dan ga ik kijken wat de kijkers daarvan vinden. Want ik vind dit jaar wil ik heel interactief zijn met jullie. Jullie bepalen tot een bepaalde hoogte natuurlijk wat ik op mijn kanaal doe. Als ik zeg van nou ik ga het niet spelen. Want ik vind het een kutspel. Ga ik het natuurlijk niet doen. Nou goed, dit is een tip voor alle YouTubers onder ons. Ik heb dit ook maar gekregen, deze tip van iemand ooit. En het is inderdaad, dit is het schema op Google Docs. Kan je gewoon bewerken. Je ziet hier een paar dingen. Nog niet opgenomen, nog niet geëdit. Klaar en geüpload en klaar, nog niet geüpload. Dat zijn kleurtjes die ik gegeven heb. En dan kan je in dat bijhouden van je eigen schema. Voor mij is het vooral heel chill, omdat ik heel slecht ben met schema's aanhouden normaal gesproken. Maar omdat ik dit jaar veranderingen in ga brengen, ga ik kaart knallen. Dat je er een beetje bij kan houden wat je nog moet doen. Want, het gaat dus als volgt. Ik heb nu bijvoorbeeld dit schema. Deze heb ik nu toevallig aan het opnemen. Dus op het moment dat deze video klaar is, heb ik hem opgenomen, maar nog niet geëdit. Maak ik hem. Boep. Oranje. Klaarie. Toevallig is deze Skywars, nu ik het aan het opnemen ben, omdat mijn computer zo goed is, ben ik heel blij. Wordt hij dus nu gerenderd. Is hij dus klaar met renderen. Doe ik hem blauw. Hatse flats. Dan weet ik in ieder geval, oké. Deze is klaar, die is klaar. Ik moet nog allemaal regelen. En zo ga ik dus opnames heel goed bij kunnen houden. Dat is eigenlijk het belangrijke van dit schema.
Om het makkelijk voor jullie te maken, gaat het schema natuurlijk op beneden bij mij staan in de beschrijving. In mijn banner staan natuurlijk elke dag 2 video's om 5:30 en om 7:30, 16:30, 9:30. Zet het alvast lekker in je telefoon. Zet een wekkertje aan. Video van Dylan. 2 keer. En dan gaan jullie met z'n allen massaal naar mij toe tweeten. Mijn Twitter staat onder in beeld. De hele tijd al. Twitter naar me toe van, hey Dylan, kijk, ik heb mijn wekker gezet voor jouw 2 video's. Doe dat, ik zal ze allemaal liken en allemaal, ja, een paar ga ik retweeten. Maar heel veel ga ik liken. Dus doe dat en dan worden we allemaal heel blij. En dan gaan jullie allemaal lekker mijn video's kijken. En dan ga ik proberen om zoveel mogelijk super vette, super toffe video's voor jullie te maken. Maar dus nog 1 keer om het even samen te vatten. Ik heb een schema, ga ik me aanhouden tot eind januari. En daarna gaan we met de kijkers kijken wat ik verder ga doen met mijn schema. Of me ga veranderen of aanpassen of wat dan ook. Het is dus als volgt: maandag Ark Survival, dinsdag een random video, woensdag Mindtopia, donderdag Ark Survival, vrijdag Mindtopia, zaterdag Murder, zondag map van een kijker. Reageer lekker op de video, laat even achter wat jij ervan vindt, of je het leuk vindt dus dit schema. En laat of ik aanpassingen moet doen alvast. En dat zal ik dan zeker rekening mee houden als je het leuk vindt. Mensen, dit was eigenlijk mijn video. Heel erg belangrijk natuurlijk. Deel het al je vrienden die mijn video's kijken, want dat is heel belangrijk dat ze weten hoe mijn schema nu in elkaar zit. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Laat lekker allemaal massaal een blauw duimpje omhoog achter. Ik wil gaan voor de, ik heb scheid, 5000 likes. Dus iedereen die mijn video kijkt, like het gewoon. Doe het, wees een baas. Laten we het doen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Veel plezier dit jaar met mijn nieuwe schema. Hopelijk gaan we een heel leuk jaar ervan maken. En we gaan er gewoon tegenaan. Met z'n allen. Wij. Allemaal. Als Rotjochies. Let's fucking do this. Peace.